Dag dames en heren. Het is warm buiten, maar het is ook een stuk vochtiger dan de afgelopen dagen. Niet alleen aan het aardoppervlak, maar we zien ook hogerop in de atmosfeer dat de luchtvochtigheid is toegenomen, vertaalt zich in bewolking en er komen vandaag ook een aantal buien tot ontwikkeling. Er zijn ook opklaringen, bijvoorbeeld aan het begin van de middag in de noordelijke helft van Nederland. De temperatuur wist daardoor snel op te lopen tot een zomerse 25 graden. Maar in het midden en zuiden van het land ja, daar zien we ook wel wat bewolking. Die witte vlekken dat zijn opbollende stapelwolken en de eerste buien zijn al gerapporteerd. Die zien we ook terug op de regenradar. In het zuidoosten zaten al wat buien, maar de laatste beelden laten zien dat er her en der wat van die kleine buitjes oppoppen... En dat zal de komende uren op veel meer plaatsen gebeuren, want hoge luchttemperatuur en een hoge luchtvochtigheid, dat zijn de ingrediënten voor die buien. Ze ontstaan vooral in de oostelijke helft van Nederland. In het westen, daar verwacht ik dat het op de meeste plaatsen droog blijft. De wind waait uit zuidwestelijke richting en dat betekent dat het op de stranden maximaal een graad of 20 wordt. Dieper landinwaarts hebben dus zomerse temperaturen, maar dus wel, vooral in de oostelijke helft van Nederland, een paar pittige regen- en onweersbuien. Die buien die zullen aan het begin van de avond ook nog wel aanwezig zijn, maar in de loop van de avond trekken ze naar Duitsland weg en begint het vanuit het westen op steeds meer plaatsen mooi op te klaren. De temperatuur gaat maar langzaam omlaag en vannacht. En we temperaturen van een graad of 14. Vooral in het noorden van het land komt echter wel laaghangende bewolking en ook mist vanaf zee binnenzetten. En dat kan zich best wel een stukje naar het zuiden uitbreiden. Dat betekent dat morgen in het noorden van Nederland de dag toch wel grijs kan beginnen. In de middag breekt ook daar de zon door. In de rest van Nederland lukt het al heel uitbundig in de ochtend. En in de middag ontstaan er dan wel weer stapelwolken. En vooral in het zuiden van het land kan in de avond met name weer een forse regen of onweersbui opkomen zetten. Temperaturen bij dat alles in het noordelijk kustgebied wat lager. In de rest van Nederland zo tussen de 23 en 26 graden. Fijne dag verder.